We gaan het vandaag hebben over game-trailers. Um, een van de belangrijkste assets die developers en publishers hebben om een bepaalde game aan te prijzen. En bij GameKings hebben we er een beetje een haat verhouding bij. En dat komt voornamelijk omdat trailers de boel nog wel eens een beetje willen belazeren. Mooier graphics. Uh, zichzelf beter voordoen dan de uiteindelijke game is. Heel vaak zie je ook helemaal niks van de game zelf. Uh, dat, dat is vervelend, want je wil een indruk hebben, dan kun je wel een hele mooie CGI trailer zien. Maar als uiteindelijk de game, uh, waarvan jij denkt dat het een vette shooter is, en of andere top-down uh, 2D uh, platform uh, jumper is, ja, dan slaat het ook helemaal nergens op. Dus het is vaak. Wel goed nadenken en kijken wat die trailer nu eigenlijk zegt. Aan de andere kant, het is ook iets waar we altijd weer enthousiast over worden. Een eerste trailer van uh, Starfield bijvoorbeeld. Of hopelijk ooit de eerste trailer van de nieuwe Metroid. Het zijn allemaal dingen waar we op zitten te wachten. De, de nieuwe trailer of de allereerste trailer van GTA 6. Ik bedoel, hoeveel mensen willen uh, dat niet zien? Daarom heb ik even gekeken naar de geschiedenis van de trailer. En het is niet zozeer van oh, wanneer. Begon het en hoe bouwde zich dat op? Maar vooral, wat waren nou de meest bekeken trailers, de meest gelijkte trailers, de meest gedislikte trailers? Want laten we duidelijk zijn: een trailer is nog steeds ontzettend belangrijk. We kunnen er wel heel veel op aan te merken hebben, maar het is nog steeds dé manier om je game. Een Hype te bezorgen, en het is ook nog steeds dé manier om je game al meteen goed de grond in te doen stampen. Want een slechte trailer, een gedislikte trailer, dat, dat, dat raak je gewoon dat, dat gevoel, raak je eigenlijk bijna niet meer kwijt onder gamers. En dat zullen we ook zien in deze video. Uh, laat ik toch even, historisch verantwoord als ik ben, beginnen bij het begin. Ik heb een beetje zitten te zoeken van wat, ja, wat is nou eigenlijk de allereerste. Game trailer ooit geweest. Nou, dat is niet helemaal strak te pinpointen. Uh, want we hebben het over iets van ja, rond de 1981 82. En dan staat niet alles meer op YouTube. Maar goed, als ik de meeste gegevens een beetje op een rij uh, kan zetten. Dan zou dat dus de volgende trailer uh, moeten zijn. De trailer van Saxon op, uh, ja, op verschillende. Platform. Hij is uitgekomen op Arcade, ColecoVision, Coleco Adam Commodore 64, MSX, Atari 2600, Atari 8-bit, SG100, de Apple II, de Intellivision, de IBM PC, de TRS-80, de TRS-80 Color Computer en de ZX Spectrum. En dat doen we vandaag de dag moeilijk als iets multiplatform is: Switch, Xbox en Playstation. In die tijd had je er ontzettend veel. Dit was de allereerste game trailer. Als ik de overlevering. Uh, online een beetje mag uh, uh, volgen en vanaf dat moment zijn developers de trailer, de game trailer, of het nou een gameplay trailer is, of een reveal trailer, of een launch trailer, of een meer uitleggende trailer van een bepaald uh, aspect uit een game, gaan beschouwen als een zeer belangrijke, zo niet meest belangrijke, tool om gamers te bereiken. Kijk, in 1982 kon het alleen maar op de televisie. Had je YouTube niet? Uh, dat waren ook de tijden, de jaren 80, 90 tot 2000, waarin als het om nieuws ging, de journalist, de media, het belangrijkst was. Zij konden dan er een stuk over schrijven in een blad, misschien iets op televisie doen, en in het begin zouden ze iets op een website kunnen doen. Pas toen YouTube, social media, Twitch, al dat soort dingen groot werden, toen was eigenlijk de trailer. Het meest makkelijke, het meest goedkope en het meest essentiële onderdeel om jouw game te promoten. Of dus helemaal de grond in te laten stampen. Um, ik wil beginnen met wat is nou de meest bekeken trailer aller tijden? En um, dat is wel grappig. Er zijn genoeg gegevens over te vinden. Ik kan... Uh, uh, game gaan uh, of naar de YouTube-kanaal daarvan en daar kijken wat is het meest populair is. Uh, Metacritic houdt het bij. Er zijn heel veel verschillende manieren om het bij te houden, maar als je alles een beetje bij elkaar koppelt, um, dan zie je dat de top 10 niet bepaald de grote AAA-blockbusters zijn. En dat is wel weer een handig moment, een handig gegeven om jullie thuis duidelijk te maken dat. Uh, er meer is dan de hardcore console en PC-community. Natuurlijk, dat is waar wij in zitten. Dat is waar wij het meest over praten. Dat is wat wij het meest leuk vinden. Maar het grote geld, de meeste gamers spelen toch gewoon de wat meer mainstream games. En logisch dat die trailers ook het meest bekeken worden. En dat zijn allemaal trailers die wij over het algemeen niet beschouwen. Want in de top 10 staan twee uh, trailers. Uh, die overigens allebei later ook nog terugkomen in mijn verhaal. Uh, die je triple A zou kunnen doen. Of een hardcore game. GTA 5. En uh, volgens mij zit uh, Battlefield 1 zit er ook in. Maar voor de rest is het allemaal ja, die casual mainstream gaming. Ik noem er even een paar. League of Legends. Fortnite Battle Royale. Pokémon Go, Team Fortress 2, Clash of Clang, Angry Birds, Minecraft, dat zijn allemaal de trailers die miljoenen miljoenen, nou laten we gewoon eerlijk zijn, tientallen miljoenen views binnenhalen op één enkele trailer. En um, als je gewoon even kijkt naar de gemiddelde hardcore game, dan mag die blij zijn als die ergens tussen de 1 en de 10 miljoen views haalt. De, de meesten doen nog niet eens 1 miljoen. Dit zijn echt de grote uitschieters. Maar wat is dan overal de nummer 1? Wat is nu de grootste... Uh, uh, de, de meest bekeken videogame trailer aller tijden? En als ik nu even stil ben en er een quizvraag van maak... Dan weet ik bijna zeker dat... Of je moet het nu gaan lopen googlen. Maar dat niemand het weet. Want het is namelijk... Subway surfers. Dames en heren, had u ooit gehoord van deze game? Ik in ieder geval niet. Um, dit is voor de mobile, voor Portable, dus je kan het ook op de tablet spelen. Um, ja, het gaat over deze jongetje wat uh, uh, mee moet surfen op een Subway. Uh, 330 miljoen keer bekeken deze trailer. 330 keer miljoen. En dat is nog maar een klein aantal ten opzichte van. Het aantal mensen wat deze game speelt. In fucking sane. Nog nooit gehoord van deze game. Maar verreweg de meest. Uh, 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 ja, gespeelde. Uh, game. Of uh, meest gespeelde. Uh, meest bekeken. Video uh, op YouTube. En de reden dat ik niet uit mijn woorden kom. Is omdat ik hier gefascineerd zit te kijken naar. Het is fucking gewoon een platform. Dom spelletje met muntjes. Lijkt me ook helemaal niet moeilijk. Maar goed, uh, kids loving it. Uh, Google Play is dit van bizar groot. En uh, dat zet dingen wel een beetje in perspectief. Maar goed, ik, uh, ik ga weer terug naar hardcore games. Want anders begrijpt niemand er meer een hol van. Uh, Eén opvallend geval was toen ik keek naar... wat is nou de best bekeken trailer op misschien wel het grootste platform. De PlayStation. Uh, dan zijn het over het algemeen natuurlijk de reveal trailers van... De nieuwe PlayStation eh, PlayStation 4 PlayStation 5 die zitten zo rond de 40 45 miljoen. Denk even na. Hè. 45 miljoen, 50 voor de reveal van de PlayStation 5, 330 miljoen voor een of andere game waarin een jongen met een hoodie en een cap op muntjes vangt over een subway wagon heen Insane. Maar wat is nou de best bekeken? Trailer van een Playstation-game. En ja, dan zit je toch te denken... Uh, The Last of Us? Nee, goed bekeken. Absoluut niet. Misschien God of War? Befaamde trailers, hè? Uh, 2018 volgens mij, de verhalende trailer... Uh, die we op de E3 zagen. Ook niet. Horizon misschien? Nope. Het is, uh, het is ook niet Spider-Man 2... alhoewel die wel nummer 2 is... en vrijwel in de buurt komt. Het is Hogwarts Legacy... De meest bekeken trailer op het uh, PlayStation-platform is Hogwarts Legacy. Uh, inmiddels staan die op 33 miljoen, waar uh, Spider-Man 2 op, 22, op 26 miljoen is geëindigd. Die wordt niet zoveel meer bekeken. Uh, Hogwarts Leg Legacy wel, dus dat, dat blijft alleen maar groeien. Dit is de game die op het uh, account van PlayStation het meest bekeken werd. Daar kan bijna niks. Tegen op. Er had natuurlijk misschien een Battlefield of een Call of Duty of een GTA kunnen staan. Maar vaak um, verkiezen die ervoor om op hun eigen platform uh, de eerste review trailer te tonen. Deze niet. Nou ja, dat geeft ook wel weer aan hoe ontzettend groot Harry Potter is. Hoe ontzettend groot deze game is. Het is een enorm verkoopsucces. En het was een toffe game. Dus uh, terecht allemaal. Maar goed, dit is dus de best bekeken. Trailer op het PlayStation YouTube-platform. Uh, dan gaan we naar. Je weet dat er altijd een trailer aankomt. Althans, je hoopt erop. Je weet, er komt een nieuwe game aan. Ze hebben het over Starfield. Ze hebben het over een nieuwe Skyrim. Ze hebben het over een nieuwe Metroid. Ze hebben het over een nieuwe GTA. Dan zit je te wachten op wanneer gaan we die eerste trailer kijken. En dus uh, heb ik even gekeken naar wat is nou de meest ja ze noemen het ik laat het in het Engels zeggen most anticipated trailer de trailer waar mensen allemaal op zaten te wachten en waar je ook aan kan zien dat op het moment dat hij online ging de meeste mensen te, meteen gingen kijken nou ja, goed ik denk dat mensen dat wel weten dat was in 2011 zo lang is het alweer geleden, 2011. En de game vandaag de dag verkoopt nog steeds als een trein. Komt binnenkort weer op de Game Pass, volgens mij in juli. Uh, en dan gaan weer een aantal miljoen mensen die game kopen. Ik heb het over niets en uh, niemand anders dan GTA V. GTA V is met 88 miljoen uh, views inmiddels en miljoenen, miljoenen, miljoenen al op dag 1. Social media stond er bomvol van. Mainstream Pass had het erover. Dit is de most anticipated um, ja, game trailer van dit moment. En ik kan je beloven, eigenlijk, dat op het moment dat GTA 6 de trailer gaat droppen, dat die er overheen gaat. Ik zou niet weten welke game daar überhaupt in de buurt bij zou kunnen komen. Uh, een nieuwe Skyrim, of uh, nieuwe Elder Scrolls, gaat het absoluut niet zijn. Nieuwe Fallout, no fucking way. Uh, Nintendo gaat hier niet bij in de buurt komen. PlayStation met God of Wars of een uh, nieuwe Horizon, een uh, nieuwe Last of Us 3 die misschien in de maak schijnt te zijn, ook niet. Het kan alleen maar GTA 6 zijn die GTA 5 gaat uh, verslaan. 88 miljoen mensen binnen fucking no time. Deze game verkoopt nog en binnenkort dus voor de derde keer een tijdje op Game Pass. Uh, trailers dus. Trailers kunnen jou een beeld geven van de game. Um, het is bedoeld om jou hyped te krijgen om de game te kopen. Op launch, maar het liefst nog om te pre-orderen. Want pre-orderen is belangrijk voor een publisher. Waarom? Dat is alvast. Inkomen. Dan weten ze alvast: oké, okay, dit is wat ik ga verkopen. Daar kunnen ze op bepalen of ze extra re reclame gaan doen of niet. Uh, het is gegarandeerde inkomsten en je weet het nooit bij launch als dan uh, de pers de game helemaal neerhaalt. Um, of je dan uh, daarna nog wel uh, ja, alles wat daarna komt, is dan gewoon onzeker. Um, games kunnen dus positief uitpakken, maar ze kunnen ook verdomd misleidend zijn. En um, daar hebben we natuurlijk heel veel van gezien. Ik ben even langs verschillende sites geweest om te kijken. Nou, Van al die sites die hebben dan topics over wat is nou het meest misleading? Hè? Wat is nu de meest uh, 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 ja, misleidende trailer alle tijden. En er komen heel veel namen naar voren. Bijvoorbeeld Cyberpunk 277. Ik ben het daar helemaal mee eens. Elke trailer was eigenlijk misleidend. Want die game liep op. Uh, de meeste uh, consoles voor geen ene meter. Uh, ik zag Metal Gear Solid 2. Solid Snake, vaak voorbij komen. Wano waarom was die misleidend? Nou ja, goed, de trailer. Uh, daarin zag je uh, Solid Snake spelen. Maar wat bleek nou als je de game uiteindelijk kocht en ging spelen. Je speelde de meerderheid van de tijd met Raiden. En Raiden was nou niet bepaald populair bij uh, de gamers. Uh, Far Cry 3 zag er veel te mooi uit. Uh, Crackdown 3, um, een totaal ander verhaal werd daar gepoest. Plus dat ze het de hele tijd hadden over... hoe ongelooflijk vet de, de omgeving wel niet naar zijn moer kon. En dat bleek in de uiteindelijke game helemaal niet uh, te kunnen. Uh, maar uiteindelijk op uh, nummer 1... Uh, op de meeste sites en de meeste YouTube-kanalen is gekomen. Een trailer van 2014 op de E3. En ik denk dat iedereen die GameKings volgt. En eigenlijk elke zichzelf respecterende gamer nog weet waar ik het over ga hebben. E3 2014, No Man's Sky. Uh, bij de PlayStation persconferentie kregen we dit te zien. En PlayStation was onderdeel van het probleem. Deze game, gemaakt door een aantal bevlogen, ambitieuze, gepassioneerde indie-developers... Um, liet iets zien wat het totaal niet was. Het is het inmiddels min of meer wel. Het was die tijd niet zo. Als je deze trailer zag, dan had je het idee... je kon naar al die planeten toe, oneindig en overal. Zag je dit? Een waanzinnige natuur vreselijk veel verschillende beesten en planten. Uh, overal kon je exploren, et cetera, et cetera. En wat bleek nou uiteindelijk de game? Een hoop kale planeten... met uh, dezelfde soort beesten... Uh, of helemaal niks... Uh, die gewoon gedupliceerd waren, maar dan een ander kleurtje. Het was totaal iets anders. En ik denk dat PlayStation een beetje schuld heeft... dat dat verhaal komt ook wel een beetje naar buiten. Het is ook zijn eigen schuld. Um, hij is een beetje um, te ver doorgedreven in zijn ambitie... en uh, heeft zich voor het karretje het laten spannen. Want PlayStation wilde natuurlijk iets unieks tonen voor zijn gamers. Uh, iets laten zien uh, uh, wat veel mensen hoopten dat het was. En hij is daarin meegegaan. Hij heeft deze trailer gemaakt. Uh, naar eer geweten. En dit is niet uh, wat het uiteindelijk was. Dit is misleidend. En uh, daar waren heel veel mensen ongelooflijk boos over. Omdat er heel veel gepreorderd was. En inmiddels, na nou, heel veel jaren. Noestwerk, en dan moet ik ze ook uh, toegeven: hij heeft altijd gezegd, ik ga ervoor zorgen dat het goed komt. Is de game vele, vele malen beter? Ik denk dat we er binnenkort gewoon nog eens keer op terug gaan komen. Um, misleidende trailer, dus. Dan was ik ook op zoek naar wat is nou de meest bekeken, meest spraakmakende Nederlandse game trailer. En het lullige is, die trailer die ik straks ga tonen, zou je ook onder het kopje. Meest misleidende trailer kunnen gaan voegen. En dat is eigenlijk niet zo tof om te zeggen. Maar goed, het is wel zo. Uh, ik heb het over 2005 op de E3. Ik ben er zelf bij geweest. Ik zat in de zaal. Ik zag die trailing. Ik dacht, holy fucking shit. Ik wist dat die gasten goed waren. Ik heb het over guerrilla. Maar dit is zoveel beter dan al die andere dingen die je volgens mij op de PlayStation 3 uh, op dat moment uh, allemaal voorbij zag komen. Hoe heeft hij dit in hemelsnaam voor elkaar kunnen krijgen? Nou ja, goed, we weten het inmiddels. Het was gewoon op de PC uh, in elkaar gezet en het had niks te maken met de uiteindelijke game. Ik heb het over Killzone 2. Deze trailer. En ga hem absoluut nog een keer ergens kijken op YouTube. Want het is een fantastische trailer. Uh, vandaag de dag. Ik ga niet zeggen dat je nou nog meteen mee kan komen. Maar ik bedoel, let wel. 2005. Bijna 20 jaar geleden. Bijna 20 jaar geleden. Wat men een beetje uh, 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 um, deed voorkomen, was dat dit in-game beelden was. Men noemt dat als het ware uh, uh, de trailer is in, met de in-game engine gemaakt. Oftewel. Uh, als je straks gaat spelen, ziet het er ongeveer hetzelfde uit. Nou ja, goed, dat was dus absoluut niet zo. Uh, je zag dit ook nergens meer in de game echt terugkomen. Uh, dit was volksverlakkerij. En. Uh, is dat erg. Ja, het, laten we eerlijk zijn, het kan eigenlijk niet. Want. Uh, je wil natuurlijk gewoon iets verkopen. Uh, wat het uiteindelijk ook gaat zijn. Uh, maar. Ja, kijk, uiteindelijk is de truc ook om gamers enthousiast te maken. En dat deden ze ook wel. Ze maakten gamers ongelooflijk enthousiast uh, voor deze game. Het is hype bouwen. En dan zoek je altijd de randjes op. Uh, ja, goed. Ik denk dat ze er hier wel een klein beetje overheen gekieperd zijn. Inmiddels heeft Guerrilla ook wel zijn lesje geleerd. Laten we eerlijk zijn. De, de, de trailers van Horizon die ook beter bekeken werden dan deze trailers zijn fantastisch. En komen gewoon hartstikke goed in de buurt van de game. Goed, dus zand erover wat mij betreft. Goed. Trailers worden online gezet op YouTube, waar dan ook. En dan ga je er zo'n duimpje bij zetten. Of je zet er zo'n duimpje naar beneden bij. Inmiddels het duimpje naar beneden, dat kan ik niet meer zien. Want uh, dat hakte er toch wel volledig, uh, heel erg hard in. En daar zie je ook weer het gevaar van de trailer. Het kan je game maken. Het kan je game ook volledig slopen. En met de hedendaagse fanboy-oorlog, die ontzettend hevig is. Soms, wat mij betreft, een beetje te hevig. Wordt ook ontzettend veel gedisliked. Puur om het disliken. Puur trollen. Puur dwars zitten. En uh, het gaf gewoon geen goed beeld meer. En je weet het. Als ik naar een trailer kijk. Dan kijk ik vaak ook even naar het duimpje omhoog. Naar de likes, de dislikes niet. Zitten er veel likes bij. Dan zal ik het wat eerlijker. Eer, eerder gaan bekijken. Dan als er heel veel dislikes bij zitten. Dus wat dat betreft. Uh, logisch dat ze dat uitzetten. Uh, ja, wat is nu dan. Uh, laat ik gewoon beginnen met uh, uh, ja de most liked. Wat is nu de most? Nee, ik begin met de most disliked. Sorry uh, redactie, maar ik ga het net even omkeren. Ik wil positief eindigen. De most disliked trailer aller tijden. En uh, dat is ook daadwerkelijk. Ik heb daar een lijstje van gevonden. Dan heb ik het over alles wat op YouTube gepleurd is. Echt alles. Dus uh, van songs. Filmtrailers, uh, gewone filmpjes, weet ik allemaal. Alles dus. En uh, in dat lijstje, daar staat volgens mij Justin Bieber met Baby bovenaan. Maar daar zitten heel veel van dat soort songs bij. Maar er zit dus één game bij. In de top 10, volgens mij. Heel opmerkelijk, want voor de rest vind je ze bijna niet. Games zorgen de, zeker wel voor veel dislikes. Er blijft emotie. Gamers zijn passievolle mensen. Uh, zeker bij een trailer uh, doen ze dat meestal met hun hart en niet zozeer met hun ratio. Dus dan is er al heel graag een dislike gegeven. Maar er is één trailer die echt heel erg veel gedisliked is. En dat is Call of Duty Infinite Warfare. Uh, 3,7 miljoen dislikes. Uh, dit was ook het moment, het kantelpunt in Call of Duty. De uh, sci-fi setting. Mensen waren er fucking helemaal klaar bij. Dat, ge, ja, dat, dat gejump tegen walls en <kijkt> dan had je van die, van die dingen op je rug... en dan kon je de lucht ingaan, man. Ik werd er ook helemaal leid van. Ik wil gewoon een gast voor me hebben... en als die in dekking is of sneller schiet, dan ben ik de lul. Maar ik wil niet dat, dat gestraven, gejump, alle... Het leek wel een fucking pingponggame, weet je wel. En mensen waren er klaar mee... Um, dat leverde 3,7 miljoen dislikes op. Um, daarmee wonnen ze het qua games. Van uh, de meest gedislikte uh, um, trailer van Nintendo, bijvoorbeeld. Um, in één jaar. En op 1 E3, E3 2005. Prime, uh, Metroid Prime Federation Force. Een cartoony stijl en geen Samus. En Iedereen had zoiets van: oké, okay, ik wil een nieuwe Metroid. Wat krijg ik, te, wat krijg ik nu te zien? Uh, daar zat ook nog eens een keer. Uit mijn hoofd Animal Crossing Amiibo Festival bij. Terwijl iedereen een nieuwe uh, Animal Crossing wilde. Dat, Nintendo heeft daar wel eens een handje van. Ja, dat valt dan gewoon niet goed. Het was ook een bijzonder saaie game. Uh, we hebben daar ook nog Command Conquer Rivals. Uh, 2018 was dat. Iedereen uh, dacht, fucking hell, we krijgen een nieuwe Command Conquer game. Het was een hele stomme, suffe, mobile game. Uh, nou, dat haten we ook. Denk ook aan Diablo Immortal. Het ook zo gedisliked. Call of Duty, Infinite Warfare werd de meest gehate game trailer aller tijden. En het leuke is: niet zo leuk voor Activision in dat geval. Het leuke is dat deze trailer er ook weer aandeel in had dat een andere game trailer de meest populaire of de meest gelijkte aller tijden werd. Want daar wil ik nu naartoe. We gaan uh, positief eindigen. Uh, het is een trailer die 2.4 miljoen likes kreeg. Dus wat dat betreft uh, uh, kregen ze minder likes dan de meest gedislikte game. Dus negativiteit gaat altijd een stuk beter. Uh, ik heb het over 2016, 6 mei. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Nee, dat is de totale bullshit. Ehm. Um, Ooit zou deze franchise ook een van de meest gedislikte uh, uh, trailers gaan maken. Dat was nummertje uh, 5 daarvan. Je weet het wel, um, toen nam EA en Dice het niet zo nauw met de uh, historische setting. Toen hadden we opeens een paarsharige vrouw die uh, voorbij kwam uh, uh, met een gun in die trailer. Nou, dat vonden mensen niet zo heel erg tof. Maar meest likes kreeg Battlefield 1. En. Ik moest daar wel even over nadenken. Want uiteindelijk. Ja, die game was wel tof hoor. Maar werd niet zo super. Ja, het was ook weer niet een, 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 een mega succes. Mensen waren ook best wel weer kritisch erop. Maar goed, de trailer zelf scoorde als een malle. Um, met 2,4 miljoen likes. En een van de redenen waarom er zoveel likes werden gegeven is. Uh, dat uh, vier dagen voor deze trailer. Activision, de Call of Duty, infinite warfare trailer had gedumpt. En al die Call of Duty fans die hadden zoiets van: nee, mijn franchise, ze zijn het helemaal kwijt, het gaat niet meer goed komen. Fuck it, ik moet iets nieuws vinden. En Battlefield deed gewoon wel wat ze wilden: gewoon lineaire, normale, realistische oorlogsvoering. Gewoon een gun, handgenaad een mes. Ga met die banaan. Fuck die shit. Dat streven en walljumping en weet ik allemaal wat. Men wilde het niet. En ik denk dat dat een van de belangrijke redenen is dat mensen allemaal opeens Battlefield um, gingen liken. Nou ja, goed, je weet inmiddels: Battlefield 5, uh, de laatste Battlefield. Call of Duty is weer helemaal terug. Er kwam Warzone aan. We hebben het er niet meer over. Uh, Battlefield is inmiddels nu een franchise in toch wel redelijke problemen. En Call of Duty is weer spring-in-spring-levend. Maar goed, je weet het, zo'n trailer, het kan wel doen. Infinite uh, Warfare verkocht ook niet al te best. Alhoewel ik denk dat ze nog steeds meer verkochten dan Battlefield 1. Maar een trailer kan je wel maken en breken. Goed, um, ja. Trailers, je gaat ze ongetwijfeld de komende weken, maanden, jaren nog genoeg zien uh, um, bij Game Kings. En ik ben benieuwd of er ooit één trailer over Subway-surfers heen gaat een hardcore trailer dan. Ik ben er bang van niet. Nee.